Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond en nacht blijft het overwegend bewolkt. Dit brengt met zich mee perioden met regenbuien, in het binnenland soms ook onweer. Aan het eind van de nacht zijn er mogelijk enkele gebieden waar er nevel ontstaat. Morgenochtend blijft het overwegend bewolkt met enkele regenbuien. In de middaguren perioden met buien, soms met onweer. De Meteorologische Dienst heeft geen bijzondere waarschuwingen voor de komende 24 uur. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.